Hoe ben je dan te werk gegaan? Want op het op duur dan, dan krijg je zeg maar deze ruimte waarin we nu uh, inzitten. Voor de uh, mensen die via YouTube kijken, is dat, uh, is dat te zien. Uh, maar de, die is nog helemaal kaal natuurlijk. En je hebt nog geen klant. En je staat eigenlijk aan de start dus van je nieuwe avontuur. Maar hoe ja. heb je dat dan aangepakt? Ben je dat gaan visualiseren bijvoorbeeld? Of heb je jezelf bepaalde doelen gesteld? Of wat was zeg maar, de manier om, om dan te beginnen nadat je de keuze maakt van ik ga ondernemen. Dit wordt mijn, uh, mijn toekomst. Nou wat ik altijd al wel deed. Ik was, ik was al wel een klein, beetje, uh, ik was al een klein beetje begonnen voordat deze ruimte überhaupt er was. Dus ik deed al wel wat kleine dingetjes in mijn ja. slaapkamer. En ik uh, had dan uh, de studio van Robin, uh, van mijn mentor. Waar ik ook regelmatig dan aan wat dingetjes kon. Werken. Um, uh, dus ik was al wel een beetje bezig met wat kleine projectjes. en ik studeerde natuurlijk op de Rock academie daar had je allemaal oefenruimtes en dingen. En ik had natuurlijk al mijn mobiele opname dingetjes bij, maar dus ik kon ook opnames op school gewoon doen en dan, ja, ja. dan mixte ik het thuis uh, af. Uh, maar ja, op een gegeven moment dacht ik wel: van nou, oké, okay, ik wil hier echt wat meer uh, tijd in gaan steken. Nou, toen kwam de kans van dit pand uh, dan voorbij. Um, en ja, dat was gewoon helemaal kaal. En dat is gewoon helemaal leeg. Dus in, uh, we zitten nu dan in de, uh, in de affe live room, zoals dat ja, dan. Zeker, uh, de ja. live room, wat zeg ik? De control room. De affe control room uh, zitten we nu. Uh, maar ja, dit was helemaal kaal. Weet je? Dat is hiernaast, wat nu opslag is, dat was mijn, uh, de, mijn kleine hokje, waarin ik tapijt op de grond en aan de muren had gehangen om dat een beetje te dempen. En super houtje touwtje. Ja, ben je touwtje. Maar gewoon, heb, heb je er doorheen gebluft? Heb je ja. tegen mensen gezegd dat je super goede opnames <laughs> kon maken. Uh, terwijl ja, ja, het was één groot experiment. Maar ja, ja. Uh, ja, falen was dan geen optie. Zeg maar. Dus in die zin uh, zelfverzekerd, oh. maar ook nog wel uh, in die zin kennis van dat je nog niet uh, daar, daar was waar je wilde zijn. Zeg maar. Ja, maar tegelijkertijd, ik, wist, ik had natuurlijk wel, doordat ik een uh, soort van mentorschap uh, heb gehad, wist ik wel uh, ja, een beetje hoe je het aan kon pakken. Dat ook al heb je niet de perfecte ruimte en heb je niet de perfecte uh, middelen, hoe je nog steeds een goed eindresultaat kan komen door je manier van werken. Uh, dus, dus gewoon door heel veel aandacht daarin te steken... Um, ja, ben ik gewoon klusjes gaan doen in een ruimte die helemaal kaal was... Waar, die helemaal niet gemaakt was op wat ik eigenlijk aan het doen was. Namelijk ja, ja. Ja, gitaar of drums opnemen. Ja, daar was die ruimte helemaal niet op ingericht. Maar ja, met een beetje creativiteit lukt het wel. En op die manier ben ik uh, heel veel klusjes gaan doen uh, en gaan sparen. Uh, en uh, een stukje bij beetje uh, ja, kan je natuurlijk wat meer investeren... En, ja, je hebt natuurlijk wel allemaal in je hoofd van hoe het er hieruit moet komen te zien. Ja, ja, maar dat zeker. is echt een proces van een aantal jaren geweest.